accu maar zijn er nu jongens? Snelheid. Oh. Oké. Okay. Oh, jongen, ik ben al zenuwachtig van. Vandaag ga ik rijden in deze toffe elektrische bus. Omdat ik deze ochtend de privéchauffeur ben van onze CEO, Ton Hille. Goedemorgen, Ton. Goedemorgen. Vandaag ben ik jouw privéchauffeur. Waar gaan we naartoe? Dat is een enorme luxe. We gaan lekker naar Schiphol en een mooi werkbezoek. Oké, nou daar gaan we. Kijk, dit soort opmerkingen krijg ik vanaf nu. Moet papa op de kleintjes letten. Hij wordt tegenwoordig met het busje opgehaald. Oh ja, dit vind ik dus lastig inschatten met zo'n grote bus. Wanneer kun je wel? Je moet maar zo denken, jij hebt de grote bus. Ja, precies. En je eigen schooltijd, waar is dat mee begonnen? Nou, ik was niet zo'n leerder. Dus ik was een hele frivole jongen die school maar heel lastig vond. Dus ik heb meer het schoolplein aangeveegd dan dat ik... Dan dat ik in de klas zat, bij wijze van spreken. Ah ja, ook veel nablijven en... Ik wil je wel stellen, ja. Toen ik jong was, heb ik niet zo hard geleerd. Dan heb ik heel veel gespeeld, gehockeyd, gesport. Dus allerlei dingen gedaan. Kijk, vroeger deed je 6 jaar op de lagere school. Ik deed er 7 jaar over. Maar daar begon het al? Daar begon het al. Nou, dat had wel met dyslexie te maken. Dus ik heb redelijk wat last van dyslexie. Dat kan ik nu herleiden. En vroeger kenden ze dat helemaal niet. Dus als je mij vraagt van, goh, lees nou eens een half paginaatje voor, zeg maar even, hè, zonder fouten. Ja? Dan moet ik nog van mijn best doen. Hoe doe je dat dan met halfjaarcijfers, toespraken, dat goed soort dingen? Goed voorbereiden. Ja? Gewoon echt meer instuderen, zodat je het ik goed... Ik sta in de kelder in dat huis waar je net geweest bent. Daar sta ik hem soms wel 2-3 keer, alle keer te lezen. Toen heb ik de MAVO gedaan. En toen ben ik naar de MTS bouwkunde gegaan. Toen in 1 jaar MTS weg en waterbouw. En toen nog de HTS weg en waterbouw. Dus ik kom echt uit de techniek. Op dit moment in de maatschappij vinden we mensen die met hun handen werken. Dat lijkt bijna dat mensen dat mensen daarvan zeggen van daar kijken ze neerbuigend op neer. Of dat nou in de zorg is, of dat het in een fabriek is, of dat het nou in de bouw is. Daar stoor ik me mateloos aan. En dat heeft deels ook te maken dat ik zelf uit de MAVO klas kom. Sommige mensen kunnen het met hun hoofd doen en andere mensen doen het met hun handjes. Ja, het ene is niet meer waar. Maar het ene is niet meer dan het ander. En hetzelfde moet gewaardeerd, gehonoreerd en gerespecteerd worden. En als je dat met elkaar kunt verbinden in ons bedrijf, dat het denken en het doen samen gaan, ja, daar ben ik wel, dat zou voor mij de volgende stap zijn. Ja. Ik kwam bij Heimelstrecht als aankomend ontwikkelaar. Dus gewoon de onderste spot van het vak. Daar mag je nog foutjes maken, daar kun je alles leren. Fijn. Ja, dat is hartstikke fijn. Want ik op een gegeven moment een sollicitatiegesprek had en dat ik een dag te vroeg bij mijn sollicitatie was. En ik was zo overtuigd dat het wel op het juiste moment was dat ik dat ook zei. Ja, dat de mannen wel tijd hadden gemaakt om een sollicitatiegesprek met mij aan te gaan. Ja, en al aangenomen. En al aangenomen. Vroeger, al heel jong, ben ik gaan rallyrijden. Los van dat het leuk was en dat het veel adrenaline gaf. En dat ik me daar enorm lekker heb mogen ontspinnen in dat vak. Leer je er ook van om te gaan met teleurstellingen. Je bent continu bezig om slimmer of beter te zijn dan je concurrent. Die rallysport heeft mij wel gevormd. Ja. Ik kom uit de operatie. Ik ben een operationele man. Mm-hmm. Ik vind projecten doen het leukste wat er is. Maar dat mag ik niet meer. Nee. Dat is erg. Kriebelt dat nu nog? Ja, natuurlijk. Ja. Oh, 30 kilometer actie. Je mag nog 30 kilometer rijden. Oké. Zijn we in de buurt van Nieuwegein? Dus hij gaat nu allerlei dingetjes afschakelen, zo te zien. Swipen. Hallo. Niet selfies maken. Hey, hallo. Hallo. 29 kilometer. Gaan we het redden naar die Fastnet? En anders gaan jullie duwen. Anders gaan wij duwen, inderdaad. Maar zijn we nu, joh? Snelheid. Oké. Maar we zijn er bijna. We zijn er bijna. Nieuwegein-Zuid, dus we komen een heel eind. Ja. Een heel klein stukje. Oh, jongen, ik ben al zenuwachtig van. Nou, zo. Even pauze. Hij zou in een kwartiertje opgeladen moeten zijn. Dat is helemaal goed, hè? Oké, nou, die zit weer vol. Kijk, we zijn bij de keet. We zijn bij de keet van de mannen. Van onze collega's. Even kijken hoe we daar dan ook gaan komen. Nou, je kunt daar is het al, ja. Nou, we komen even koffie drinken. Ja, leuk dat jullie er zijn. Zeker, ja. Waar zijn we nu precies en wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn in Amsterdam, Duivendrecht.
Johan Muiskenweg. Ze noemen het een werkverlengde Johan Muiskenweg. Maar kom maar even mee, ik heb een mooie tekening in de keten hangen. Ja, gaan we daar even naar kijken. Dat is nog goed. Dit is een watergang in Haarlem die we gemaakt hebben. Dit is een soort watercompensatie. Is er eigenlijk om meer industrieterrein te kunnen verkopen. Hier wordt vanuit het Spaarne water erin gepompt. Hier helemaal tussendoor een hele smalle strook. Hier een kruising onderweg gemaakt. Hebben we gestuurde schildboringen gemaakt. Hey, hartstikke goed. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Jij ook. Merk ze. Je ziet gewoon dat de mannen het leuk vinden als je aandacht hebt voor hun, aandacht voor het werk. En ze zijn trots op hun werk om het te maken. En dat is zo leuk om te zien. Ja, daar krijg ik ook weer energie van. Kijk, en dan rijden we nu, hè. Dat is wel leuk om te zien. We rijden nu op de A10. Ja. En dan, daar zie je die betonnen kern staan. Mm-hmm. Ja, die is van het EMA-gebouw. En daar hebben we de kern met een glijbekisting omhoog gehaald. En dat betekent dat in de afgelopen 3 weken... is die ieder uur 10 centimeter hoger geworden. En nu hebben we al het hoogste punt bereikt. Ja, en ik zie hier allemaal hijskranen. Heb je ooit een hijskraan gezeten? Ooit 1 keer. Doe ik nooit meer. Nee, wat dan? Dat is heel hoog. En als je kijkt naar de bewegingen die een hijskraan toch heeft bovenin met de wind. Ja. Ik ga daar niet meer omhoog. Kijk, en hier zijn we ietsje verder nu op de A10. En hier zien we dat we het gerechtsgebouw in Amsterdam aan het maken zijn. Oh, dat zit hier ook aan deze weg? Dat zit hier ook. Dat is hier rechts. Dus, Nieuw Amsterdam Courthouse. Ja. Dus dat zijn we nu. Dus daar is de begane grond bijna helemaal gereed. En dan gaan we nu echt omhoog. Dus de kelder zit er helemaal in. Gaaf. Dit is wel een andere werkdag dan gemiddeld voor je, hè? Zo. Het is voor mij een hele ontspannen dag, zeg maar even dit. Nou. Helemaal goed, hè? Ja, hartstikke goed. Kijk, we hebben nog een lekkere lunch gesmeerd. Kijk maar eens wat erop zit. Hagelslag. Ja. Die hebben wij even te horen gekregen dat dat jouw lievelings was. Dus, jongens, simpel. Als ik op vakantie ga, neem ik een paar hagelslag mee. Fantastisch.